Ik ben Jan Plooi, ik ben procesbegeleider voor SSPOH. En SSPOH, dat zijn de samenwerkende schoolbesturen in Sethoek-en-Bos. Hoi, ik ben Willemijn Derks en ik ben projectleider bij Babel Den Bosch. Voor het project niet stapelen, maar vervangen. De school die wil dingen uit de stad integreren in hun onderwijs en daarbij gebruik maken van wat er al is. Dus zij gaan naar hun methode kijken en zij laten zien van hey, dit en dit en dit is wat wij hebben. Past hier op de een of andere manier iets vanuit de stad in. En als je dan naar die methode kijkt, dan zie je heel veel aanknopingspunten van hey, hier kun je de stad voor gebruiken. En dan is een stad als Den Bosch heel rijk, waardoor je daar ook met erfgoed mee aan de slag kan gaan. We willen doorgaan een niet stapelen maar vervangen machine. Idealiter zou het zo zijn dat een school besluit dit hoofdstuk uit mijn boek, die zitten aan deze doelen vast, die willen we niet meer. En dat ze dan druk op de knop kunnen geven van bij dit doel zoeken wij in de stad iets anders. En dat er dan een rijtje van mogelijkheden komt van nou, hier zou u in dit geval uit kunnen kiezen. En daar gebeuren ook al dingen, want Kennisnet heeft ons enorm geholpen met het maken van een demo. En in die demo kunnen wij dus langzaam aan de projecten die in de stad zijn gaan toevoegen, gekoppeld aan doelen. Zodat de scholen daar hopelijk gebruik van kunnen gaan maken straks. Dat geldt nog niet voor alle scholen. Dus, we zijn met 8 pilotscholen gestart en daar begint het er nu in te slijten. En geleidelijk aan moeten alle 50 de scholen mee gaan doen. En dat moeten, dat is meer omdat ze het zelf willen. De samenwerking met Kennisnet en NDE heeft opgeleverd dat er een hele erge focus is komen te liggen op erfgoed. En dat vind ik heel erg mooi, want daardoor ga je steeds meer zien hoe rijk de stad is. En ik denk dat elke gemeente daar iets van kan leren. Om te kijken van hoe krijgen wij dat ook voor elkaar. Maar de droom met niet stapelen maar vervangen is dat kinderen met zoveel mogelijk mensen, met zoveel mogelijk organisaties, met zoveel mogelijk impulsen, indrukken in aanraking komen. Juist in die periode van het basisonderwijs, die heel erg vormend is voor hun toekomst.